Evert Lindhorst, contractverlenging tot 2022. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat, Evert? Ja, het is een lekker gevoel. Dat ik me nog langer kan binden aan deze club, waar ik al vanaf jongs af aan bij zit. Dus ja, het voelt echt als een beloning ook. En ik ben er heel blij mee. Ja, als echte Venlonaar, begonnen hier in de jeugd. Vertel eens eventjes in het kort. Ja, natuurlijk eerst bij Venlo Boys. En toen werd ik gescout. En toen heb ik hier iets van 6 jaartjes gezeten. Ook hier naar school gegaan, altijd met plezier. En, ja, toen op een gegeven moment even een tussenstop bij PSV gehad. Maar daarna weer gelukkig hier teruggekeerd. En ja, nu als het goed is, nog voor 3 jaar. Kijk eens aan. Hey, en als jij zoals afgelopen zaterdag dan dat winnende doelpunt maakte, hoe voelt dat dan als Venlonaar hier in Stadion De Koel? Ja, dat is geweldig. Daar droom je wel van. Of daar heb ik vroeger wel van gedroomd. Sowieso om in het stadion te staan. En je droomt wel van van een winnende goal. Voor je eigen publiek. En voor mij is het extra speciaal omdat ik uit Venlo kom. Dus ja, dat was een fantastisch gevoel afgelopen zaterdag. Je bent nu op dit punt beland. Wat heb je daar allemaal voor gedaan? Ja, ik heb daar wel veel voor gedaan. Ik heb natuurlijk hard gewerkt, zeker de laatste jaren veel tijd in geïnvesteerd. Met extra krachttrainingen en dat soort dingen. En natuurlijk komt er dan altijd wel een beetje geluk bij kijken en een trainer die jou een kans geeft. Maar ja, uiteindelijk moet je die kansen wel pakken en dat heb ik ook gedaan. Dus ja, het komt niet zomaar aanwaaien. Alleen, ja, natuurlijk, ik heb talent en... Als je hard werkt, dan komt het er vanzelf wel uit. Dus. Heb je ook altijd in jezelf geloofd, ook toen het misschien iets minder ging? Ja, ik heb altijd wel in mezelf geloofd. Ik heb toen bij PSV, tweede jaar, toen speelde ik niet. Toen bleef ik wat achter met groeien en zo. Toen zat ik wel echt in een dipje dat jaar. Dat jaar bleef ik ook zitten op school en toen had ik echt een minder jaar. Maar uiteindelijk wist ik wel van, ik kan het wel en ben ik gewoon in mezelf gaan geloven. Uiteindelijk is het goed uitgepakt. Waar gaat dit eindigen, Evert? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat ik uiteindelijk een mooie stap kan maken, natuurlijk. Maar ik zit hier ook heel erg op mijn plek. Hoor. Maar ik hoop dat ik een mooie stap kan maken. En uiteindelijk naar een topclub. Wil je nog iets zeggen tegen de supporters van VVV Venlo? Ja, dat... Dat ik toch wel van de supporters hou. Ik ben wel... Ik begin wel een beetje een publiekslievelingetje te worden. Dat vind ik wel leuk. En ja, ik waardeer het heel erg. Zij waarderen mij heel erg dat ik een jongen van de club ben. Ik vind het gewoon fantastisch om hier te mogen spelen. En zeker als we thuis spelen met het publiek. En ik krijg natuurlijk veel van mee dan tijdens de wedstrijd. Dus blijf support. Niet alleen jou, maar de hele club natuurlijk. De hele club natuurlijk. Dankjewel en veel succes. Dankjewel.